Voetbal en kunst, het blijkt een geslaagde combinatie. Na onder meer Thibaut Courtois, Edwin van der Sar en Imke Courtois was het gisteren de beurt aan Simon Mignolet om een kunstwerk te maken samen met Pim Smit. Het kunstwerk wordt geveild ten voordele van de ALS-liga, waar Simon Mignolet zich voor inzet. Ik denk dat ik meer een kunstwerker zijn als de doek. Ja. De duikbril is geen overbodige luxe. Met enkele ballen en liters verf maken Simon Mignolet en Pim Smit een kunstwerk. Dat geveild zal worden om ons evenement voor de ALS-liga op 10 juni. Maar het begint stilletjes aan wat vorm te krijgen, dus het is wel leuk. Vroeger als klein kind maakte ik mezelf ook graag vuil. Maar nu is de bedoeling om er een kunstwerk van te maken, dus laten we hopen dat het veel geld opbrengt. De doelman van Liverpool zet zich in voor de ALS-liga door zijn onkel, die al jaren strijdt tegen de spierziekte. Op 10 juni is er een event op Staaien, als Simon voetbalt. Iedereen weet ondertussen dat ik mijn schouders onder gezet heb onder dit evenement. En we hopen een mooie opbrengst te vergaren voor de ALS-liga. Iedereen weet waarom ik het doe. En het is binnenkort, we hebben nu nog wel de nationale ploeg. En tussen de twee wedstrijden in proberen we nog wat extra in de aandacht te brengen. Voor Mignolet is deze kunstige namiddag ontspannend na een sterk seizoen in de Premier League. Met Liverpool pakte hij op de laatste speeldag een ticket voor de Champions League voorronde. Dat was de doelstelling voor het seizoen en we zijn erin geslaagd. We hebben er moeten knokken tot de laatste speeldag, maar dan betekent het zoveel meer. Dus we zijn heel tevreden met dat ticket. Nu moeten we de laatste voorronde winnen. En dan denk ik dat volgend seizoen een heel belovend seizoen kan zijn voor Liverpool. Maar nu eerst nog even aan de slag met de Rode Duivels. Het event in Sint-Truiden en daarna is er tijd voor vakantie. En voor hij het weet staat het nieuwe voetbalseizoen alweer voor de deur. Het zou nog verkopen denk ik als merchandising, hè, zo'n trui. Ja, inderdaad. Misschien moet ik er volgend jaar met de goal gaan staan. Het is altijd leuk om zoiets te doen en ik kijk er naar uit. Wat het